Een hele goede middag iedereen hier in Wassenaar in het fijne Bidabai waar de zon schijnt en waar we voor het eerst in lange tijd weer een fysieke platformbijeenkomst georganiseerd hebben. Ook welkom mensen thuis. Het was even stoeien met de techniek van Teams naar Clickmeeting. Ik geloof dat het gelukt is. Hartelijk welkom ook op deze platformbijeenkomst. Het zal maar weer een beetje wennen zijn aan het nieuwe normaal waarin fysiek en digitaal wellicht hand in hand blijven gaan. Maar ook dat gaan we weer uitvinden. Een jaar geleden is het ook gelukt om helemaal naar digitaal te gaan. Nu zal het ook vast lukken om weer een nieuwe optimum te vinden. Wij gaan het vandaag hebben over digitale tunneltweelingen bij renovatie. We hebben het hoofdthema dit jaar renovatie in ons platform. Vorige keer hebben we het gehad over VIP 2. Daar kwam ook naar voren dat daar gebruik gemaakt is van digitale tunneltweeling op een bepaalde manier. En wat we zien is dat eigenlijk ieder renovatieproject wel op een bepaalde manier een digitale tunneltweeling maakt. En daar ook iets mee doet. Dan gaat de telefoon een klein momentje. Uit. Wat we vanmiddag willen doen is van twee lopende renovatietrajecten horen hoe gaan zij om met de digitale tunneltweeling. De eerste waar we naar kijken is AWA, Amsterdamse wegtunnelprogramma. Daar zal Maarten straks een presentatie geven, gevolgd door een demo hoe dat er nu uitziet. Vervolgens gaan we luisteren naar Wout van Oostrum, hoe dat op de Heidelbergtunnel wordt opgepakt. En ook daar hebben we een demonstratie hoe het er zou kunnen uitzien, want daar zijn we nog in de beginfase. Vervolgens hebben we een moment waarop we de mensen die digitaal zijn gaan uitzwaaien. We hebben in het programma strandwandeling staan. Nou, dat is hier goed te doen. Thuis wat lastiger misschien. We hebben daar ook een aantal vragen, daar zal ik straks op ingaan. En voor de mensen thuis, daar wil ik vragen om via de chat een inbreng te doen op de vragen, zodat we die wel mee kunnen nemen. Ik heb het idee dat we er klaar voor zijn. Tom van Tintelen, die zat hier net, die is even naar buiten gerend, maar die zal onderwijl de chat in de gaten houden en het vragen vanuit de online deelnemers hier inbrengen. En wij gaan nu beginnen met de presentatie van Maarten. Mag ik je uitnodigen? Yes. Dankjewel. Maarten, jij daar? En ja. Als je achter de tafel wil staan, is het vast. Dankjewel. Wij gaan wat vertellen over de digitale tunneltweeling bij het programma aanpak wegtunnels Amsterdam. Eerst even voorstellen. Ikzelf ben Maarten Visser, werkzaam bij TEC en mijn moederbedrijf Wit Verde Bos. We zijn betrokken bij het aanpakprogramma voor de realisatie van de tunneltweeling. Ja, mijn naam is Kerry Berksen. Ik ben werkzaam bij Infalera. Ik werkzaam ook op Amsterdam. Nou, ik ga jullie een stukje demo laten zien wat we tot nu toe hebben. Oké, even een paar slides om het programma mee te introduceren, zodat jullie weten, voor wie dat nog niet weet, waar het programma AWA eigenlijk voor staat, welke tunnels het behelst. Vervolgens even een klein stukje over de aanpak, hoe hebben we dat aangepakt, het ontwikkelen van de digitale tunneltweeling. En inderdaad, het leukste deel, het vooral laten zien, wat hebben we nou en wat gaan we ook nog doen. Hier even een filmpje gemaakt door de gemeente Amsterdam over het tunnelprogramma. Mm.
Het is gezellig druk in Amsterdam. Elke dag verplaatsen zich meer mensen door de stad. Er komen duizenden mensen op zoek voor werk of een dagje uit. Voor de bereikbaarheid van onze stad spelen onze wegtunnels een belangrijke rol. Na de opening van de Eitunnel in 1968 zijn er nog 4 tunnels gebouwd om de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren. Ze worden 24 uur per dag bediend en bewaakt door het meer centrale Amsterdam. Het verkeer in en om de stad wordt steeds drukker. Europese veiligheidseisen zijn verscherpt. En veel techniek in de tunnels en de verkeerscentrale is verouderd. Daarom worden de aankomende jaren de Piet Heintunnel, de Michiel de Ruitertunnel, de Arenetunnel en de verkeerscentrale Amsterdam flink onder handen genomen. De tunnels hebben nu nog allemaal maar straks maken ze deel uit van 1 slim netwerk, waarbij alle tunnels uniform met elkaar verbonden zijn via een toekomstbestendige verkeerscentrale. Zo kunnen we straks het verkeer in en rond de stad veel beter bewaken. Bedienen en dus omleiden. Maar om alle werkzaamheden te kunnen doen, moeten de tunnels wel eerst dicht. Daar zijn we graag open over. Hoe vaak en hoe lang ze dicht gaan, verschilt per tunnel. We begrijpen heel goed dat dit vervelend kan zijn. We doen alles om de overlast te beperken. De omleidingsroutes en reisalternatieven. Het is een flinke klus. Maar dan zijn in 2025 wel alle Amsterdamse wegtunnels helemaal klaar voor de toekomst. Veilig te gebruiken, eenvoudig te bedienen, makkelijk te onderhouden. Heeft u een vraag of een suggestie? Kijk dan op www.amsterdam.nl/tunnels. Neem naar Tunnels op Amsterdam. Zo, dit filmpje gaf een korte overview van het toelichting op het programma. Wat daarin onder andere naar voren kwam, was onder andere ook de doelstelling van het programma, programmaniveau. Dus het reduceren van de faalkosten, verhogen van de beschikbaarheid van de tunnels en verkorting ook van de doorlooptijd van de renovaties van de tunnels. Ja. En we geven hier eigenlijk met de ontwikkeling of vooral de inzet van de digitale tunneltraining invulling aan. Hoe doen we dat dan en vooral hoe hebben we dat georganiseerd? We hebben binnen het programma overkoepelend hebben wij een BIM en digitale tunneltraining kernteam. Wat eigenlijk bewaakt dat BIM en tunneltraining op alle projecten waarvoor dat toegepast wordt, uniform wordt ontwikkeld en ook uitgerold. Zodat we ook aan de doelstelling van het programma moeten komen voor het gebied van uniformiteit. Dat we zeker weten dat we ook één keer iets ontwikkelen en dat we meerdere tunnels binnen het programma kunnen toepassen. Onder dit kernteam zitten eigenlijk voor specifieke onderdelen die we ontwikkelen, zit een Scrum team. Wat geleid wordt door een Scrum Master. Naar functionaliteit. En dat is een team dat iedere 2 weken in sprints werkt. Om een bepaalde functionaliteit te ontwikkelen. We hebben bewust voor Scrum gekozen omdat het een methodiek is om toch eigenlijk wel een plan te hebben, maar ook iedere tijd met bijvoorbeeld sprint reviews de gebruiker mee te nemen in de ontwikkeling. En de gebruiker is hier, kan een tunnelbeheerorganisatie zijn, maar ook een alliantie die uiteindelijk de tool gaat gebruiken, in dit geval voor testen of de projectteam zelf. De tunneltraining, wat doen wij in Amsterdam met de tunneltraining? Wat verstaan wij onder de tunneltraining? We hebben eigenlijk een 5-tal functies in de tunneltraining. En de eerste 3 zijn standalone applicaties, zoals wij dat noemen. Dus dat zijn applicaties die op een goede laptop te draaien zijn. En dat zijn de tunnel virtueel te bekijken. Dus dat is de output van de BIM-modellen die eigenlijk beter gevisualiseerd is en op die manier goed te bekijken is voor alle stakeholders, ook niet technische stakeholders, krijg je direct een goed beeld van de tunnel. Er zitten ook diverse nog weer kan je instellen, belichting en allerlei zaken. De tweede is de camera toetsen applicatie. Dat geeft de mogelijkheid om de camera's virtueel te plaatsen. En ook dus de plaatsing te valideren. Wat zie je nou als je alle camera's hebt geplaatst, heb je dekking door de hele tunnel. Derde is de scenario validatie, dus de use cases die in een tunnel zitten, om die vooral te visualiseren aan de voorkant. En op die manier de afstemming te hebben over de flow en de
zit daar alles goed in. Dit is echt in het ontwerptraject. De vierde en de vijfde functie zitten wat meer in de realisatiefase. Dus dat is het automatisch testen. En dat is ook een functie die wij zeggen, dat behoort tot de systeemarchitectuur. Dus die zit gekoppeld aan de 3B van de daadwerkelijke tunnel. En die communiceert dus met de echte 3B of een testinstantie daarvan. Hetzelfde geldt voor het opleiden, trainen en oefenen. Wat ook een functie is die wij hier moeten vervullen. En op die laatste, opleiden, trainen en oefenen, daar kan Kevin zo meteen even wat van laten zien. Hoe wij dat eigenlijk al een deel daarvan hebben ontwikkeld. Dat zeg ik goed, toch? Ja. Ja. Wat mij betreft gaan we daar natuurlijk over. Dus we gaan even van scherm switchen. Als we live zijn, wat we hier voor ons zien is de laatste beeld van de event trigger. Nou, de event trigger bij ons zorgt ervoor eigenlijk die verschillende functionaliteiten binnen. Dus ja, eigenlijk functioneert hij vooral als een centraal brein om alle overige applicaties met elkaar te laten communiceren. Waar het in dit geval in deze demo vooral om gaat, is een stukje 3D-animaties en een stukje scripts. Nou, wat houdt dat in? Wij hebben aan de ene kant de Unity, de virtuele omgeving van de IT-tunnel. En daarin kunnen wij bepaald gedrag laten afspelen. Nou, kunnen wij dat doen door bepaalde triggers, en vandaar daarna die event-trigger, richting de virtuele omgeving te sturen. En die maakt daar dan vervolgens een animatie, een beeld bij. Nou, in dit geval zou ik, stel, ik wil dat de verkeer in de tunnel rondrijdt, noem dat gemengd verkeer. Dan kunnen we zeggen, nou, rijd je door de tunnel in met een bepaalde snelheid. Een intensiteit van 3600. Dan kan ik zeggen, creëer gedrag. Dan kan ik op dit moment zeggen, sturen, verzenden naar. Doen we dat? Dan zien we vervolgens in de tunnel dat er dus langzaam verkeer wordt geïnstalleerd. Nou, dit is één voorbeeldje van hoe dat creëren van scenario van gedrag eruit ziet. Ik heb natuurlijk voor de demo al enkele scenario's wat uitgewerkt, die ik uit zullen laten zien. En als er tussendoor vragen zijn, dan stel ze vooral. De gedrag resetten, dan terug naar de event trigger. En dan hebben we hier een stukje scripts. En hierbij hebben we dus enkele scenario's al voorbereid. De script module is eigenlijk bedoeld om het gedrag van de tunnel dus helemaal uit te kunnen werken. Even een disclaimer, maar wat ik laat zien is uiteindelijk niet representatief voor de scenario's in de uiteindelijke tunnel. Ik heb deze eigen invulling voor deze demo geconfigureerd. Dus er zijn wat zaken die een stuk simpeler zullen afspelen, omdat het echt zo gebeurt. Dan wil ik hierbij een stukje laten zien wat er gebeurt als er een brandende lading bijvoorbeeld in de tunnel valt. Ik word voor opgesteld. Dan staat het dus stil. Ja, dan zien we dat er een vrachtwagen door de tunnel rijdt. Deze camerabeelden die komen overigens ook uit het cameraplan zoals deze is. Onder andere mede ontwikkeld met behulp van de cameratoetser. Deze beelden zijn aangepast aan de hand van die applicatie. Dan zien we zo meteen in deze rest links onderin dat er een lading wordt gedropt. Dan kan ik even naar de detail view gaan. En dit wordt voor mij even zoeken. Ja. Dan zien we hier de lading liggen. Nou, die zal zo meteen een vlam vatten. Waarna de brandweer zal reageren. Overview.
Dan zien we dat die flow heeft gevat, dat er langer ook in de tunnel is ontstaan. Nou, dan zien we dat er hier dan de politie aankomt bij. Dit zijn dus allemaal zaken die ik in dat script stapje voor stapje heb kunnen instellen. Dus stel, we zouden willen dat er een in plaats van een politieauto een motor aankomt, dan is dat allemaal te configureren. Nou, dan zien we hier in de verte dat er wat zwaailichten aankomen. In dit geval rijdt dus de brandweer direct deze tunnel in. Normaal zouden ze via de andere tunnel blijven staan. Maar voor deze demo, doen wij dat, heb ik deze demo niet aan. Dan zien we dat stil te staan bij een hoekpostkast, komt er nog een brandweer. En zo is het volgens uitstap en dan zal de rook langzaam verdwijnen. Dan is daar weer het brandje in de voeders. In het echt zal het dat zie je niet zo simpel. Een vies. En dan zien we dat dadelijk de hoop van de verdwijnt. Zei Kevin een paard? Een paard. Een paard. Ja. Gebeurt dat in Amsterdam wel eens dan? Ik weet niet of het was als een. We hebben meerdere dingen die ik kon instellen. In de van een paard, een hond, een kat volgens mij. Dus het. Ik ga het weer even laten zien. Dat script. Ik was dat die wat lastig te zien is, maar ik zie dat het goed is zo dat het paard in de tunnel loopt. Maar dit was zeg maar 5 december. Ja, precies. Ja. Ja, hij rijdt de auto, dan schrikt de paas ook meteen van die auto, dan rijdt hij de andere kant op. En dan zullen de politiegrens stoppen en dan zal het paard daar ook stoppen. Dat is eigenlijk nu heel kort, zoals ik het gisteren ingesteld. Nou, het idee is dat we dus straks naast dynamisch gedrag, dus deze 3D-animaties, ook alle deelinstallaties kunnen aansturen. Waarbij we dus ook een connectie hebben met daadwerkelijk het USB-systeem. En dan kun je dus tijdens het uitrekken van zo'n scenario zou je dus kunnen zeggen, oké, ik ga nu een hulpboskast opentrekken. Maar op dat moment zal dus het systeem op een hulpboskast opengaan. Dat wordt dus allemaal via die event trigger. Het enige wat de virtuele tunnel hierbij doet, is het visualiseren. Dus geen enkele manier heeft deze invloed op het gedrag van 3B. Het kan dus wel interactie met 3B initialiseren, waarbij dus als een gedrag vanuit de tunnel ontstaat, denk aan een auto die over een snelheidsbus rijdt en iemand dus de hulpboskast opent, dan zal Unity dit richting die vectoring sturen en die zal dat vervolgens afhandelen binnen het 3B-systeem. Dan zien we daar in de wetten dat de politie aankomt. Ik denk dat ja, dat is niet zo. Ik zal hier even rustig gaan liggen, maar dan komt er dadelijk iemand in
een andere wagen en een andere auto. Andere wagen, maar ook niet die daarmee het paard zal wenken, en langzaam met zijn leiden. Dat was de olie aan, zien we daar ook aan. Ja, het idee is dus straks dat we in combinatie met dit systeem de daadwerkelijke scenario's ook helemaal uitwerken. En dat men daarmee dus ook kan gaan trainen en oefenen. Ik laat nu even de beelden zien, zoals ik zie hier vanuit mijn omgeving stuur. Maar wij sturen daar op deze daadwerkelijke streams ook richting het CCTV-systeem, waarachter dan de verkeersleiders kunnen oefenen. En ze kunnen dan bepaald gedrag. Stel, er komt inderdaad een watertunnel in, wat moet men dan doen? Nou, dan zal men de tunnel bijvoorbeeld afsluiten. Alles op alle zaken op rood gaan gooien. Dat soort dingen kunnen allemaal dan via de echte besturingsdesk worden afgehandeld. En onze tunnel zal dan alleen dat gedrag visualiseren. En zodoende kan men eigenlijk dus elk scenario al testen. Ja, alvorens de tunnel weer in gebruik is. Nou, en dan zien we dat de fout goed is afgelopen en men rustig terugrent. En dat is even kort wat ik jullie hier wou laten zien, van wat we tot nu toe hebben ontwikkeld. Heel fijn, dankjewel. Heb jij nog Ik ben wel benieuwd of er nog vragen waren, met name uit de zaal of online, ik heb geen idee. Gewoon puur uit de nieuwsgierigheid, is dat paard in de tunnel een echt scenario of is dat jouw creatieve... Nee, het is voorgesteld, het is ook kennelijk een keer ergens gebeurd, ik weet niet welke tunnel uit mijn hoofd. Het is een keer voor. Tweede Heimeltunnel. Oké, ik weet het ook wel. Ja, hij staat erin, ja. Dus ja, het werd aan ons geleverd als mogelijke objecten die we moesten kunnen verschaffen, in dit geval een paard. Ja. En hoeveel tijd, doorlooptijd zeg maar, kost dat om dit op te zetten? Zo'n de applicatie of de scenario in de applicatie? Vertel het allebei. Ja, de applicatie is natuurlijk een best ontwikkeld traject. Vooral ook in afstemming. Wat willen we exact visualiseren? Daar gaat wel wat tijd in zitten. Het is wel zo dat de onderdelen zoals die camera toetsen en het visualiseren ook van andere projecten al eerder is gebruikt en dat eigenlijk hier weer is toegepast. Maar zeker deze functionaliteiten die zijn wel echt specifiek voor AWA ontwikkeld. De wensen bij user interface ook met zoals de logo's en huisstijl van Amsterdam erin. Maar het doel is ook dat straks natuurlijk gedurende de exploitatiefase ook in gebruik blijft. En dat de applicatie ook zo gebruiksvriendelijk wordt, dus dat het invoeren van die scenario straks gewoon niet door ons hoeft te gebeuren, maar een tunnel operator of asset manager en inderdaad of een trainer, iemand die de personeel wil opleiden, kan gebeuren. Ja. Want die 5 functionaliteiten die je laat zien, dat is het ook, zeg maar. Dat is... Ja. Wat is jullie afweging geweest om juist die 5 te kiezen? Kunnen we nog... van alles verzinnen natuurlijk. Ja, je kunt oneindig veel... Nooit horen, wat je nog meer kunt verzinnen. Je kunt een hele lijst verzinnen wat je allemaal kan. En het is ook een definitie kwestie. Wat is BIM? Wat is tunneltrailing? Wat is software engineering? Je hebt daar een heel breed scala onder. Maar wij hebben inderdaad specifiek voor dit gekozen. Eigenlijk met name om de in het ontwerpfase wouden we eigenlijk gewoon de fouten reduceren. Dus daar dachten we hoeveel kunnen visualiseren virtueel. Ter afstemming. En in meer de realisatiefase zat op ons wat mij betreft het risico op het testen, zeg maar, dat uit ging lopen of te laat zou zijn, willen we deels mitigeren met de tunneltrailing en ook het opleiden. Wat hebben jullie daar al iets van, dat testdeel? Ja, dat is deels maakt dat ook gebruik van deze applicatie. Het idee is straks dat we aan de hand van deze scripts dus ook gedrag kunnen gaan testen, automatisch kunnen initiëren. Je kan hiermee eigenlijk
elk gedrag in de tunnel initiëren. Dus ik kan zeggen, oké, wat gebeurt er als ik een openstas open doe, wat doet die dan? Dus wij hebben direct straks een connectie met de PLC en met het simulatiesysteem, in dit geval SIMMET. En dat, die handelen dus het deelinstallatiegedrag af. En wij kunnen daarmee dus verschillende testscripts creëren, waarmee we eigenlijk de hele tunnel kunnen doortesten. Maar je hangt dus echt voor de duidelijkheid aan de echte bestuurder, die ook waar straks de tunnel mee. Ja, precies. Dat is ook goed, dus het, een van de uitdagingen van dit project. En ook tunneltrainingen is het streamen van de echte camera's richting de CIS-2. Ja. Dat is eentje die we bijna getackled hebben, maar dat blijft echt een lastig onderwerp. Nou, ik weet dat vaak noodgedwongen gesimuleerd wordt alsnog. Ja, ik denk dat we dat dit project gaat lukken. Ja, zeker. Ja, en dus daarmee kunnen we het ook testen, omdat het gewoon kunnen triggeren wat we willen en kijken hoe het systeem erop reageert. En dat ook direct visueel kunnen maken. Ik ben benieuwd. Ja. Volgend jaar? Zeker, ja. Zeker dan. En die houden we vast. Denk eerder. Kort, nog een vraag? In de vorige cursus, hoe kan je nou kijken naar dat beeldafspraak van DB? Is het dan een instantie van DB of een live applicatie? Deels beide. We koppelen aan een gesimuleerde omgeving, soft PLC's onder andere. Maar voor ons is de interface hetzelfde, dus technisch gezien. En hoe ga je dan waarborgen dat de simulatie of de test niet gaat leiden tot andere gedrag in de tunnel als niet? We moeten de vraag even herhalen, dus misschien wel even vragen gaan. Je vraag nog een keer? De tweede. Thuis moeten we hem even in de microfoon herhalen. Als het gekoppeld is met de live applicatie van de tunnel, hoe ga je dan zoals in een opleiding voor dat je niet het systeem gaat beïnvloeden van de daadwerkelijke? Ja, wij kunnen volgens mij, als ik het goed zeg, Kevin, maar verbeter me wat je fout zegt. Bij ons zit geen gedrag in, dus we kunnen alleen gedrag bepaalde dingen triggeren, zeg maar. We kijken dus dat de 3B afhandeld wordt. In principe zijn er inderdaad gewoon meerdere tunnelsystemen worden opgenomen. In totaal volgens mij 3 trainingssystemen en daarnaast dus het echte systeem. En als ik jouw tweede vraag goed herhaal, is het hoe waarborgen we dan dat die trainingssystemen, die testsystemen, eigenlijk hetzelfde gedrag vertonen als de daadwerkelijke tunnel. En de tunnel niet beïnvloeden. Ze kunnen elkaar niet beïnvloeden, want ze zitten niet op hetzelfde netwerk. Ze hebben allemaal hun eigen netwerk. Betreft het hoe waarborgen we dat die tunnel gelijkwaardig is aan de echte situatie, dat wordt afgehandeld door in dit geval de Alliantie. En zij zorgen daarmee dat hun systeem elke keer op het moment dat ze de tunnel updaten, dat allemaal één op één overeenkomt. Door middel van architectuur die ik deels kan uitleggen, maar dat kan iemand denk ik anders die daar wat technischer in zit beter over gaan. Ja, dat is eigenlijk de OTAP straat die daarin staat. Ja. Ik heb nog een vraag. We hebben nu een scenario met het paard gezien. Ja. Dat is goed afgelopen. Maar wat is er nou niet goed afgelopen? De vraag is, met betrekking tot het scenario van het paard, wat gebeurt er als het niet goed afloopt? Dus met andere woorden, als het paard... Dat moet zo zijn. Als het paard plat gereden is. Ik heb geen idee wat er in het echt gebeurt. We zouden het wel kunnen triggeren. Ik heb namelijk ook een vrij lugubere trigger staan. Dat het paard dan dood neervalt. Dus dat is een demo die ik ook zou had kunnen voorbereiden. Leek me voor deze demo minder... Minder leuk. Maar hoe dat dan in het echt wordt afgehandeld, dat durf ik geen antwoord te geven. Nee, maar het is wel zo dat dat natuurlijk echt kan gebeuren en dan inderdaad interessant is hoe daarmee om te gaan. Dus dat moet de protocollen in principe in voorzien. Het interessante hieraan ook aan deze applicatie, dat kan met dat stukje 3D-animatie, is dat de trainer dus tijdens de al voorafgestelde scenario's ook nog nieuwe dingen kan introduceren. Dus stel, we hebben inderdaad een paard en het scenario is zo opgezet dat het paard langzaam dat het weer terugloopt, dan zouden we tussentijds kunnen ingrijpen en kunnen zeggen, oké, we laten hem alsnog doodgaan. Hoe gaat de trainer of de getrainer hierop reageren? Ja. Dus op die manier kan de trainer op het scenario ook nog beïnvloeden. Okay. Dus het is eigenlijk een applicatie om goed te kunnen trainen? Ja. Mag ik dat zo? Ja, dit deel wat we inderdaad hebben laten zien is bedoeld voor trainen
En ook voor testen gebruiken we ook nog een deel van deze applicatie. Nou, als een scenario niet goed werkt, kun je dan ook in het systeem zien waar dat aan ligt? Ja. Ja, wij loggen onze communicatie richting alle externe interfaces. En binnen het systeem wordt ook alles vanuit SIMIT en de PLC gelogd. Dus we kunnen aan de hand van alle logs kun je gewoon kijken waar ze nou precies fout gaan. Oké, zijn er nog vanuit de chat vragen, Tom? Nou, ik zag, de chat is vrij rustig. Hmm. Ik zag met name een stukje humor over het paard voorbij gaan, wat dat betreft. Dus dat vind ik alleen maar goed. Ik heb nog wel een klein vraagje, want jullie hebben het... Je geeft met name aan dat je het voor een programma gebruikt. Dus dat zijn dus meerdere tunnels. Wat betekent het nu als je andere tunnels gaat toevoegen? Is het dan tunen van het hele verhaal op die specifieke tunnel? Of kun je daar wat meer over vertellen, over de programmagedachte erachter? Ja, zeker. Wij ontwikkelen het nu eigenlijk samen met het eerste project in het programma. Maar wel met in het achterhoofd dat die andere tunnels nog komen. En dat is, op dit moment is de Piet Hein de eerste tunnel. Maar we hebben ook al onderdelen toegepast op de Arena tunnel. Die nu de tweede tunnel is in het programma. Waar we in ieder geval de tunneltweling inzetten. En daar kunnen we inderdaad zien dat we op basis van die uniformiteit, dat daar gewoon superveel winst zit in ontwikkeltijd. Dus dat we 70% of zo is generieke ontwikkeling en dan nog misschien 10-15% per tunnel toegepast moet worden. En dat is dan vooral afhankelijk van als de systemen binnen de tunnels anders zijn, moet je een stukje tweaken daar. En doen jullie dit ook om de mensen die er gebruik van maken of die hem straks moeten onderhouden, toch een redelijk uniform beeld te geven, zodat ze niet in een hele andere wereld terechtkomen op het moment dat ze bij een andere tunnel terechtkomen? Ja, maar ook omdat dus de verkeerscentrale, dat is een van de onderdelen in het programma, ook straks een gehele uniforme desk krijgt, waar het mogelijk wordt om afhankelijk van waar je zit, een tunnel te kunnen besturen. Op die manier willen we dat dus ook al in de opleiding eigenlijk verzorgen, dat allemaal op die manier ook uniform is. En met de testen kunnen we ook daadwerkelijk testen of het ook echt, de interface ook echt uniform is. Oké, dankjewel. Je mag nog een vraag stellen. Dit gebeurt nu natuurlijk in de omgeving van de opdrachtgever. Deels, ja grotendeels, ja. Klopt. Dus dat proef ik een beetje eruit. Ja. Je hebt daar te maken met een aannemen. Een andere partij. Wat geeft iemand die dat input? Of is dat het systeem dusdanig klaar dat de inspijzerpartij of de renovatie die kan instappen en hij het gewoon brengt? Dat laatste. Dus de samenwerking met marktpartijen. Wij ontwikkelen dit op inderdaad voor de gemeente Amsterdam aan de opdrachtgeverszijde, kun je zeggen. Het digitale deel van de tunneltweling. Maar de tunneltweling kent ook nog een fysiek deel. Dus die. De daadwerkelijke 3B-architectuur. En die contracten zijn al gegund bij de Piet Hein tunnel aan combinatie Siemens-Heijmans. Wij zetten dus ook veel met Siemens in dit geval om tafel om die interfaces eigenlijk af te stemmen. Dus interfaces van PLC en van SIMIT in dit geval. En de daadwerkelijke instanties en de IP-adressen en de detailafstemming noem ik dat. De vraag anders gesteld is in hoeverre moet die nog aannemen specifiek gemaakt worden? Ja, ik kan me ook voorstellen dat de aannemer daar ook nog wel een input aan gaat geven. Met misschien de keuze aan een systeem of uitvoering van systemen. Ja, we hebben daar wel in de contractering wat randvoorwaarden voor gezet en bepaalde systeemarchitectuur ook meegegeven. Dat op de manier waarop wij willen communiceren. En dat wordt nu eigenlijk gefine-tuned in samenwerking ontwikkeld. Dat is ook een gedachte van de gemeente Amsterdam. Het is een alliantie, dus het is ook een manier om echt samen dat te ontwikkelen. Maar tot op heden gaat het eigenlijk heel goed dat we gewoon beide ons deel ontwikkelen en dat er op elkaar past. Uiteraard met de detailafstemming die nodig is op het laatste niveau. Ja. Maarten, ik wil je graag bedanken voor dit stuk. Kevin ook. En ik zou graag het woord willen geven aan Wout. Voor het stuk over de Eerste Heinerood-tunnel.
moet misschien nog wat geschakeld worden. Ja, we zijn even aan het wisselen tussen sprekers. Presentatie van Wout erbij halen. Het is lekker hier, de mensen. Het is fantastisch. Oh, sorry. Sorry, mensen. We zijn nog steeds vrolijk in beeld. Ik zie het wel. Kom, we mogen. We mogen gezellig. Wij zijn de pauzeknop. Ja. En daar gaan we. Ik had het pauzevullend programma moeten voorbereiden. Ja, daar gaan we. Ja. Dat is volgens mij mijn eerste sheet. Kijken of de techniek er ook al is. Ja. Nu gaat de camera om. Ja, het beeld. Met geluid. Je bent er, Wout. Oké, okay. Dankjewel. Ja, zoals al aangekondigd, mijn naam is Wouter Noostrum. Ik ben integratiemanager namens de aannemerscombinatie voor de eerste Heinenoordtunnel. Savera 3 heet het project. Dat is een Savera-combinatie van de bedrijven Dura Vermeer, Dinnik en Spie. En ik wil jullie meenemen door de ambities met betrekking tot de TWIN, digitale tunneltweeling. En wat we daarvoor bedacht hebben, want we zijn nog niet zover dat we kunnen bouwen. Maar dat laat ik zien. Wat houdt het, de renovatie Eerste Heinenoordtunnel in? We hebben het over de Eerste Heinenoordtunnel, een zinktunnel uit 1969 bij Barendrecht in de A29. 2x3 rijstroken. In die zin een mooie snelwegtunnel. Het renovatieproject. Is al een gehele renovatie, maar als voorname uitdagingen moet er een middentunnelkanaal, een vluchtgang gerealiseerd worden in een van de tunnelbuizen. Worden alle installaties vervangen en worden er ook diverse aanpassingen aan dienstgebouwen gedaan. De uitdaging voor het renovatieproject is om het verkeer zoveel mogelijk door te laten rijden. De winkel moet open blijven tijdens de renovatie. Dat betekent dat er heel veel gewerkt wordt. Terwijl het verkeer nog rijdt of tijdens afsluitingen in nachten en weekenden een paar keer een wat forsere vierkantse afsluiting. Maar de uitdaging dus ook om die hoeveelheid tijd die nodig is voor die werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. En dat bestaat dan ook uit zoveel mogelijk voorbereiden en al achter je bureau en op de oefenplaats. De problemen ervaren die je mogelijk kan tegenkomen, zodat je tijd bespaart in de uitvoering. Als extra uitdaging in het project hebben we ook zowel het ontwikkelen als daadwerkelijk toepassen van een gestandardiseerd 3B tunnelbouwblok. En dat is een van de bouwblokken die Rijkswaterstaat ontwikkelt in het kader van standaardisering en uniformering van de 3B. En dat is eigenlijk een parallel project. Maar ja, het moet ook toegepast worden in het renovatieproject. Dus in de hele planning en ontwikkeling is dat een geïntegreerd geheel. En kunnen er allerlei dingen optreden die het kritieke pad beïnvloeden. Belangrijk voor de uitvoeringsfasering is ook om te weten. We monteren eerst alle nieuwe installaties en de nieuwe besturing. En dat wordt ook gedurende het opbouwen getest. Uiteindelijk stellen we de tunnel open op basis van een nieuwe besturing en nieuwe installaties. En pas als dat gelukt is, dan gaan we nog in nachten en weekenden de oude installaties verwijderen. Nou, voordat we echt de inhoud van de digitale tunneltweling bij Heinenoord induiken, wil ik jullie toch even meenemen in een stukje definitie kwesties waar we mee te maken kregen. En dat is grofweg de definitie van Rijkswaterstaat van een digitale tunneltweling en de definitie van het COB. En uiteindelijk hebben we er voor het project Heinenoord, ik heb hier gezegd tweede Heinenoordtunnel, ik vergis me soms, het is de eerste Heinenoordtunnel.
hoe we het daarvoor vertaald hebben. Waar zit het namelijk in? Rijkswaterstaat zegt digitale tunneltweeling is eigenlijk de integrale aanpak van alles wat met het digitaliseren van zo'n tunnelbedrijf te maken heeft. Laat ik het zo maar zeggen. Dus behalve wat we net zagen, een stukje visualisatie in bijvoorbeeld Unity, interactie, dynamisch gedrag visualiseren. Zitten er ook zaken bij als dingen die met systems engineering te maken hebben. Met de 3D BIM zaken. Het is meer een programma aanpak in de Rijkswaterstaat gedachte die alle vlakken beslaat. De definitie van het COB die zit meer op techniek. En de essentie daarvan is dat er ook een koppeling is met 3B. Dynamisch gedrag, maar ook met besturing dus. En het liefst ook met digitaal testen. Ja, en toen, dat hebben we dus ook gewoon ervaren, dat dat even duurde voordat we op dezelfde golflengte zaten als opdrachtnemer en opdrachtgever. Dus wij hebben geherformuleerd van wat betekent het dan voor het project. Het is misschien slecht zichtbaar, maar we hebben gezegd van het hele programma, dat is deze silo. En die bestaat uit een aantal disciplines, waarin we dus de ambities en het programma van Rijkswaterstaat hebben toegedeeld van hoe doen we dat. Dus daar zit een stuk in van BIM, 3D, er zit een stuk in van systems engineering, er zit een stuk in voor het besturingsdeel, de 3B. En dan het stuk wat wij de digital twin hebben genoemd. En daar zit dat stuk van dynamisch gedrag, visualiseren dynamisch gedrag, hangend tegen test aan. Die wilde ik vooraf even kenbaar maken, omdat het ook in de gesprekken en discussies hier misschien een rol kan spelen. Van wat bedoel je nu precies als je het hebt over een digitale tunneltweling? We hebben het ook gevisualiseerd. Dit is de plaat met alle applicaties die we hebben in het project. Juist voor dat hele programma. Dus als je deze plaat bekijkt, dan heb je het eigenlijk over de invulling van de digitale tunneltweling. Zoals Rijkswaterstaat die kent. Waar we nu even op inzoomen, is deze wolk. En dat beslaat de digital twin. En het 3B-stuk. En dan heb je dus eigenlijk dat de wolk, dat is de COB-definitie. En wat wij de digital twin noemen binnen het project, dat is dan nog eens even die linkerkant. En die bestaat uit een digitale omgeving. En, je kan het al zien, met name als je het kunt lezen, het Infranea DT-brein. In ons project is Infranea de partij die het een en ander realiseert voor de digital twin. Dus vandaar ook dat Infranea hier een integrale rol speelt. En dat, dat je dus ook bij aanpak van Heinenoord verschillende dingen zult zien. Die je ook bij Amsterdam in het programma ziet. Hoe zijn we ermee aan de slag gegaan voor de daadwerkelijke invulling? Twee sporen, nadrukkelijk. De eerste is, wat heeft Rijkswaterstaat aan contracteisen bij ons neergelegd? Waar moeten we invulling aan geven in het kader van Digital Twin? Maar ook heel nadrukkelijk, wat dient het project? En dat is het tweede spoor. En de hele tijd kijken van, kunnen we de Digital Twin gebruiken om ons eigen werk in ontwerpfase of uitvoeringsfase testen makkelijker te maken, beter te maken, fouten te voorkomen, et cetera. Dus eigenlijk een soort van business case gedachte. Kun je het, als je het in de twin stopt, makkelijker of beter doen? En dan komen we zo meteen bij waar het in geresulteerd heeft. Ik wilde hier nog even stilstaan bij die andere onderdelen van het digitale tunneltwelingprogramma. Wat doen we met bijvoorbeeld het stukje 3D? We werken ook aan 4D en 5D. Met koppelen met planning. Dat gebeurt inmiddels al vaker. Koppelen met kosten. Die is voor ons nog even wat nieuw. Digitaal reviewen in BIM 360. De 3D documentatieomgeving, laat ik hem zo maar noemen. Een stukje ambitie in dat programma is ook digitale maatvoering buiten. Digitaal uitzetten begint inmiddels steeds geduidelijker te worden. Dat is hier ook een gegeven, maar waar we nu nadrukkelijk naar aan het kijken zijn, is een stukje robotisering. Dus kun je bijvoorbeeld ervoor zorgen dat een robot uiteindelijk volgens de ingevoerde coördinaten de gaten gaat boren met exact de juiste diepte en het stramien wat je graag wil hebben. Er zit van alles aan vast. Maar het is wel een interessant
onderzoek in het kader van zo'n digitaliseringsprogramma. Nou, een van de dingen die spelen is goed inmeten aan de voorkant, zodat je een helder vertrekpunt hebt. Want je bent niet in het groene veld bezig, maar het is een bestaande tunnel. Dus je hebt je te houden aan wat het beton je aan ruimte geeft. Die nulsituatie, dat was ook nog wel een uitdaging, hebben we gezien. Want Rijkswaterstaat was al dezelfde mening toegedaan van je hebt een goede basis nodig. Dus die heeft de inmeting al gedaan in de tenderfase. Ten behoeve van de inschrijvers en ook ten behoeve van de partijen die het gegund hebben, echt zodat die een vlotte start zou hebben. We hebben alleen gezien dat het de nauwkeurigheid niet op alle fronten groot genoeg was om daar volledig mee te gaan ontwerpen. Dus we zijn nu nog weer bezig om aanvullende metingen te doen om het model strakker te krijgen. Dus dat zijn ook weer ervaringen die met Rijkswaterstaat ook weer besproken worden en die Rijkswaterstaat ook weer meeneemt in de vervolgtenders die gaan lopen. Wat ook wel iets is als je zo'n inmeting doet, gebeurt het vaak op basis van een puntenwolk. Ja, dan zie je wel de objecten, de afstand tot de objecten, maar wat daarachter zit, dat is moeilijk in te schatten. Dus als je tegen een wand aankomt, dat is goed, maar vervolgens wordt die puntenwolk gemodelleerd in een model en die wand moet een bepaalde dikte krijgen. Ja, dat is een inschatting op basis van ervaring en eventueel bestaande civiele tekeningen. Maar de werkelijkheid kan afwijken. En dat is toch nog een stukje onzekerheid wat blijft bestaan en waar je mee hebt te dealen. Je moet met de röntgen kijken. Ja, dat bestaat dus ook wel inderdaad door beton heen kijken en dergelijke. Maar om daar even een hele tunnel mee te doen, dat is nog een vrij intensieve klus. En ook voor het inmeten geldt, je wil de tunnel zoveel mogelijk beschikbaar laten zijn. En inmeten kost tijd, dus dat is ook weer spagaat. Ook een leerpunt was van het is fijn om model te krijgen in plaats van alleen maar een AutoCAD-export. Ontwerpen en reviewen, dat doen we in één omgeving, in de BIM 360 omgeving. Centraal opgeslagen product, wat voor review wordt aangeboden en waar iedereen middels aantekeningen zijn review commentaar in kan geven en wat ook daarin weer verwerkt wordt. Ik ga niet alles precies zo langslopen. Noem maar even de hoofdlijnen. Wat wel leuk is, bij dat reviewen, ook om dat reviewen te ondersteunen, is dat je een 2D en een 3D model naast elkaar kunt hebben, van hetzelfde object. Waarbij als je een platte tekening zit te beoordelen en je tikt daar iets in aan, dan springt het 3D model naar een view, zodat je dat kan zien. Dus dat, ik denk dat voor de mensen in de zaal slecht leesbaar is. De mensen online die kunnen misschien nog wat inzoomen. Maar dit zijn wat voorbeelden uit andere projecten, waarbij je dan aan de rechterkant een platte tekening hebt. En als je daar wat aantikt, dan zie je dus dat het 3D-model zo dat onderdeel presenteert, zodat je ook qua oriëntatie in één keer goed zit. Wat doen we dan met de Digital Twin? We komen bij dat ene stukje programma binnen renovatie Eerste Heinenoord. We gaan een stuk ontwerp valideren middels de Twin. En dat bestaat uit de gebruiksscenario's. Je hebt er net wat van Amsterdam van gezien. Zulke soort scenario's worden ook voor Heinenoord ontwikkeld. En die gaan we passen eigenlijk in de ontwerpen die we willen gaan maken. Waar we ook mee te dealen hebben, is dat de bediening van de tunnel wat gaat wijzigen als gevolg van het realiseren van een middentunnelkanaal. Dat is net wat anders dan in de huidige situatie. En dat kan dus tijdens het ontwerp al gevalideerd worden van gaat dat nieuwe gebruik ook passen bij de verwachtingen, bij de bedoeling. Zodat we gelijk op kunnen lopen eigenlijk vanaf de ontwerper meteen door de keten heen tot aan de gebruiker aan toe. Wat we daarin ook gaan doen is de besturing van de installaties die we ontwikkelen voor dat middentunnelkanaal. Die worden tijdelijk nog gekoppeld op de bestaande besturing. Dat had ik nog niet toegelicht. In de fasering is voorzien dat er eerst een middentunnelkanaal wordt gerealiseerd met bijbehorende installaties. Die worden
in eerste instantie nog gekoppeld op de bestaande besturing. Ondertussen gaat de opbouw van al die nieuwe installaties door. Ook de nieuwe 3B. Dus dat is in de vervolgfase. En pas als de tunnel open gaat met de nieuwe installaties, dan verdwijnt de oude besturing. Ja, dan sleutelrol dus voor die installatie van het middentunnelkanaal, want die hangen aan de oude besturing, maar die moeten ook meedoen in de nieuwe besturing. Nou, dat is iets waar technisch wel gedachten over zijn, maar om dat inzichtelijk te maken van hoe gaat dat gedrag dan, en hoe ziet dat er, nou, zowel tijdens het gebruik uit voor zo'n bedienaar, maar ook als je aan het realiseren en testen bent, hoe ga je dat dan praktisch doen qua omschakeling? Zet je ergens de schakelaar om? Hoe springt dan de bediening om? Wat zie je gebeuren? En is iedereen daarop voorbereid en op ingespeeld? Nou, dat is dus een stuk simulatie en virtueel oefenen, wat we dus ook met behulp van de Digital Twin al gaan doen. Ja, de derde grote is opleiden, trainen en oefenen. Daar hebben jullie net ook al wat van gezien. Nou, de ambities zijn in die zin denk ik vergelijkbaar. Dat het vooral ook gericht is op de bedienaar en het stuk aanbieden van, nou, laat ik het de beleving op de bediendesk noemen, die vanuit het virtuele model een zo goed mogelijk indruk geeft van de uiteindelijke bediening. We hebben daarbij nog twee extra doelgroepen voor opleiden en trainen. Zelf geïdentificeerd. We hebben nog voor de tijdelijke situatie een omleidingsroute voor busverkeer via de tweede Heinenoordtunnel. Dat is een wat ander gebruik van de tweede Heinenoordtunnel dan het normale gebruik. En ook om dat weer voor de gebruikers inzichtelijk te maken hoe het voor iedereen functioneert en wat ieders taak daarin is, gaan we dat stukje ook in de Twin stoppen. En de derde doelgroep, dat is ons eigen uitvoeringspersoneel. En dat is met name gericht op het reduceren van tijdrovende maatregelen of tijdrovende uitvoeringshandelingen. Of werkzaamheden die echt zwaar op het kritieke pad liggen en waarbij elke minuut dat je eerder klaar bent dus welkom is. Dit is een schematisch plaatje van wat ik net vertelde over de tijdelijke situatie. Waarbij we de Twin via een adapter koppelen op een simulatie, een emulatie van de bestaande besturing. Nou, die signalen kunnen dus middels triggers gaan ze richting besturing. En de besturing laat weten wat die doet. En dat is vervolgens weer te visualiseren. Een beetje op de manier zoals Kevin dat net liet zien. Dat zal er hier ook ongeveer zo uit gaan zien. Nou, dit is dan een stukje 3D-koppeling met de satline, de bestaande satline. En de Twin-omgeving die Infranea realiseert. En dat geheel gaat ervoor zorgen dat je dus, kan zien voor die tijdelijke situatie. En als we dit doen, gebeurt er dat en ziet het er zo uit. Zonder dat je daarvoor een besturingstechneut hoeft te zijn. Ik heb hier een klein stukje film ervan. Het is een proof of concept die we in de afgelopen periode hebben gemaakt. Om voor onszelf ook scherp te krijgen, van gaan we dat goed voor elkaar krijgen om die bestaande satline installatie gekoppeld te krijgen met onze Twin-omgeving. Dus het duurt een minuut, geloof ik. Dus dat wilde ik even laten spelen. Met geluid uit? Er zit geluid bij, maar dit is niet essentieel, maar wel prettig. Nou, dan gaan we eens kijken of het lukt. Of je het direct ziet. Anders klik ik wel snel door. Daar gaan we. Ja. Netjes. En als we vervolgens weer omhoog willen hebben, dan lukt dat ook. Ja, oké. Okay. Via de officiële interface, dus hebben we eigenlijk het proof of concept. Dat we Unity kunnen verbinden aan een OPC server via een koppelapp. Ja. Nou, boek geslaagd. Thank you.
dat was ten behoeve van de tijdelijke situatie. Voor de eindsituatie, daar is dit het plaatje voor. Net al ongeveer geschetst, want daar zal met name de rol van de twin zijn. Van hoe gaat de hele tijd dat omschakelen van die installatie tussen de middentunnelkanaalinstallaties die benodigd zijn voor het garanderen van de veiligheid op basis van de gekoppelde satline-installatie. Maar ja, in een nacht of een weekend, tijdens het werk, ja, moet je er ook mee kunnen testen. Dus hoe gaan we dat omschakelen doen? Wie doet welke handelingen? En ook de menselijke factor daarin is gewoon een belangrijk onderdeel om te beproeven middels de twin. Dit is mijn laatste sheet en dan gaat zo meteen Infranea daar nog iets van laten zien. Een stukje oefenen en trainen van het uitvoeringspersoneel. Waarom is die op het netvlies gekomen? Ja, ook weer dus van de tunnel. De tunnel moet zo minimaal mogelijk aan het verkeer worden onttrokken. Dus dat betekent dat onze mensen, als ze in de tunnel gaan werken, dat ze maximaal voorbereid moeten zijn. Dus dat betekent dat we een aantal kritische uitvoeringswerkzaamheden identificeren. En die gaan we in die mate detailleren en ook in de twin modelleren, zodat mensen daarmee aan de slag kunnen. Zodat ze gewoon kunnen observeren hoe ziet het eruit waar ik zo meteen kom te werken. Met welke materialen en eventueel zelfs gereedschappen ga ik aan de slag. Wat moet ik doen? Wat heb ik nodig? Zodat we dat al kunnen oefenen. En het voorbeeld wat er de hele tijd bij genoemd wordt is de pitstopgedachte. Als je een paar van die moersleutels en kriks in je handen gedrukt krijgt. Wij zo hier met elkaar, dan zijn we waarschijnlijk minuten bezig om die banden te wisselen. Het record ligt ondertussen onder de 2 seconden, geloof ik, voor een pitstop. Dus daar zie je wel aan dat hoe meer je oefent, zeg maar, hoe minder tijd het kost in de uitvoering. Wil jij de demo geven? Wat is goed is om erbij te vertellen. We laten nu een filmpje zien van een project waar Infranea mee bezig is, waar ze dat al ontwikkeld hebben. Wij kunnen dat voor Heinenoord nog niet laten zien, omdat formeel wordt volgende week vrijdag pas het uitvoeringscontract getekend. Dus we hebben een heel stuk voorbereidende fase achter de rug. We zijn pas net begonnen met het ontwerp.
oefenen moeten doen. Dus ook daarin kan dit dus helpen om een stukje kennis op te doen. Dat uitvoeringsmensen die slimmigheden zien, die zeggen van je kan het beste zo doen, kun je ook weer gebruiken in een stukje training voor een ander team. Was je filmpje al was het klaar? Ik denk het wel, maar in het reuze was het filmpje bij mij klaar. Nee, niet om dat van tevoren te digitaliseren. Ik ben zelf betrokken geweest als integratiemanager bij de renovatie van de twee tunnels van Schiphol. Precies. Weet je ook wat van? Bij de Kaagbaantunnel hebben we daar dus ook een vluchtgang gerealiseerd. En ik weet dus, ik kan in ieder geval vanuit ervaring zeggen dat het dus heel belangrijk is om dat je op elkaar ingespeeld bent, dat je precies weet wat je tegen gaat komen. Want de eerste vijf elementen, die deden er misschien wel vijf keer zo lang over om geplaatst te worden als de laatste vijf elementen van die tunnel. Want je ziet gewoon dat positieve effect van dat mensen op elkaar ingespeeld raken, dat je de werkvolgorde met elkaar bepaalt. En ook tussen verschillende disciplines, hè? Want die wand die is van beton, dat doet die discipline van beton. Maar ondertussen moeten er kabels omgehangen worden of doorgevoerd worden. Of, hè? Dus die installaties die fietsen er ook de hele tijd tussendoor. Ja, even een middentunnelkanaal vergeten. Is dat ook niet al eerder met andere zaken gedaan? Dingen op te lossen of iets behouden wordt gedaan. Nou ja, dit wat je nu in het filmpje ziet, hè, zeg maar, daar zit dat heb ik al wel vaker gezien, zeg maar, dat het gaat om multiplayer oefening, zeg maar. Dat meer mensen met elkaar een taak moeten doen en dat oefenen. Maar in ons veld heb ik dat eigenlijk nog maar heel weinig gezien. De meeste simulatie die je ziet, dan zie je gewoon techniek bewegen en de rol van mensen daarin. Die is hooguit dat je je ziet een poppetje door beeld lopen of zo, maar die is al helemaal gedefinieerd. En dit gaat er echt om van, ja, het heeft ook invloed van wat jij doet. En of als jij met je hand op de rug staat, dan gebeurt er op een gegeven moment ook niks. Niks fouten. Dat scheelt. Dan is er maar één probleem. Na die twee weken. In de ruimte, maar positief. Ja, de ruimte gaat niet anders. Ja. Maar de ruimte gaat niet op een platforms gebeurt dat. Ja. Wegenlang is ook al een heel veel grote eiscursus voorbereid op een eigen ideeomgeving. Dus ik verwacht om half dat over dit klusje. Maar moet daar echt in zeggen, als dat doet, maar moet ik daar geen idee gaan doen. Je zou best wel een maatkoers op hebben van opgaan muzelen. Maar dat geïntegreerd krijgt. Maar uiteindelijk is dat beter van ja. Iedereen van belang bij, omdat ze ook snel, vlekloos, zonder stroom opdrukken, ook wel veilig van elkaar te krijgen. Ja, en veel van die tunnels die we maakten, die waren toen nog nieuw, zeg maar. En die maakte, daar was niks. En dan is er één keer een tunnel, dus dan heb je de tijd. Maar ja, je komt er wel achter. En zeker in Zuid-Holland, als je kijkt hoeveel tunnels er zijn en hoe die dan in de komende 10 jaar gerenoveerd moeten worden. Als je daarvan allemaal zegt van, nou, elke tunnel moet er net zo lang uit als dat de Velse tunnel ging. Dan is er wel een probleem. In de avond niet in BNB. In dat stuk, maar in een tijd over of in een ander tijdstuk, waarin je dan evalueert of verwittert. Ja, dat ook zeker. Dat zal mijn elke shift ook weer zo zijn. Van even zeg maar, aan het begin opstart en instructie en aan het eind ook een stukje evaluatie. En wat we echt zullen moeten optimaliseren, is het stukje natuurlijk dat wat er 's nachts gebeurd is, van gaat het ons lukken om bijvoorbeeld als het gaat om besturing, om bevindingen die tijdens het testen naar boven zijn gekomen, om die op te lossen overdag. Maar net dat ook nog filmpje, zeg maar, je hele operatie ook nog van wat je uitvoert, om dat weer terug te kunnen zien. Zover zijn we daar nog niet in gegaan. Je hebt toch vastgelegd wat je doet, om uiteindelijk in je evaluatiestuk. Ja. Of dat kun je. Klinkt als een tip, maar. Jazeker. Nee, die neem ik ook zeker mee, die gedachte.
Maar dat is ook iets waarvan ik denk van hey, die kunnen we ook, daar kunnen we ook die digital twin voor gebruiken. Zeg maar juist om dat stukje. Maar je merkt drie-dimensionaal, je ziet gewoon heb je bereid ervoor, je voert hem uit, je legt hem vast. Ja, de hele cirkel is rond. En dan moet je de cirkel worden kleiner, want daarom is denk ik een stuk sneller. Is dat dan ben je juist een vierde D? Ja, het zijn zo'n 3D modellen, of die 4D, als daar planning bij in. Ik denk deze cursus 3 uur duurt. Als je terugkijkt, was het inderdaad 3 uur, 5 uur. Nou ja, en hoe ziet het er dan uit? Hè? Want we kennen natuurlijk wel die projecten waar dan met Synchro of wat voor ander programma dan ook die 4D wordt gedaan. Maar dan zie je dus zo'n wandelement, die zie je in één keer zo de tunnel invliegen. En in één keer staat hij er en er wordt in één keer van alles tegenaan geplakt. Maar ja, de tijd die daarvoor staat, wat moet er dan gebeuren? Hè? En dat is wat je probeert echt vooraf al te valideren. Middels zo'n multiplayer van ja, maar wat moeten we dan doen? En dan kom je erachter hoeveel tijd het echt kost. Ja. Nog een vraag. Ja, afgelopen winter was hier ook al een manier over de beheerfase. Zoals eigenlijk voor beide projecten zien dat een 3D-model heel sterk in de ontwikkelfase uitvoeringsfase gebruikt wordt, maar bij beide manieren over de beheerfase. Ja. Misschien dat Maarten daar zo meteen voor Amsterdam iets meer over, of meer kan beloven, zeg maar. Maar ik moet gewoon kijken naar, wij zijn de aannemer die het realiseren en het 2 jaar onderhouden. Dus dat is in de basis onze scope. Wel zijn we met Rijkswaterstaat in gesprek over het opleidings- en trainingssysteem, waar we ook de twin voor gebruiken, of elementen eruit. En die, dat is ook wel het doel, dat zich ontwikkelt tot een trainingssysteem wat voor meerdere tunnels gebruikt kan worden. Tot een eigenlijk universeel trainingssysteem waarbij je een tunnel kunt inladen. Dus de bedoeling is dat we daar bij Eindhoven de basis voor leggen. We gaan even aanvullen vanuit Amsterdam inderdaad. Zitten we inderdaad wel nu met de tunnelbeheer op tafel. Het was zo dat aan het gebruik van het programma op dat moment niet duidelijk was. De mensen vanuit de tunnelwereld inderdaad nog niet scherp was. Maar daar waren de meerwaarde al genoeg in de uitvoering. Dus we gaan het toch sowieso tijdens de uitvoeringsfase doen. En we hebben nu ook de asset tags en alles zit er al wel in ten behoeve van de asset management. En dat gaan we nu onder gesprek hoe dat in welke systemen en over. Als ik daar ook aan moet vullen, het is Ted Hilvers, ik werk ook van de AMA, daar ken ik maar van. Het is maar de vraag of de TDO, de tunnelorganisatie, de tunnel 2 gaat in buitenkantse exploitatie en beheer. Want ze zien wel het voordeel ervan erin, maar ze zien wel kosten aan verbinden. Om het in te beheren en te houden en het is voor de organisatie. Maar dat is nog niet duidelijk hoe de organisatie eruit gaat zien. Dus ja, het zou echt zonde zijn als ze het niet doen, maar een realistisch case te zitten. En dat zou ik nu nog geven. Dus, en de andere, een van de dingen die we risk case meenemen, als je het niet doet, dan zou je met je ketenpartners praten. Dat moet ook nog een verhaal worden. Het is niet alleen de kosten waterafleving, maar ook hoe zit straks weer met de regels. En we hebben een grote digitaliseringsslag te maken door ons als tunnelorganisatie. En dat heeft maar een onderdeel zijn. Dus dat is een risk case. Helder. Ik vraag ook, zit er niet meer aan het begin? Dan is dat iets harder praten, heb ik dat? Aan het begin moet je nog de visie van Rijkswaterstaat, of digital twin en onder system engineering. Dan weet je dat ze in het kader van de UBT daar ook aan het Rijkswaterstaat-model, die gaan ze vracht dragen, sterk uit. Speelt dat nu nog een rol in jullie digital twin verhaal? Toepassing van de EA. Modellen, die onderzoeken we zeker om, om eigenlijk de routes die dat oplevert, zeg maar, om die ook weer te visualiseren in de twin. Om ook gewoon hetzelfde beeld te hebben bij van wat er dan gebeurt als iets op een bepaalde manier in een schema staat. Dat is ook wel mijn eigen ervaring dat als je dan aan tafel met techneuten en dat schema ligt en je denkt dat is toch heel erg zwart-wit 1-0. En toch heb je een verschillende beleving over hoe het dan functioneert. Nou, de bedoeling is dat Twin daar wel een ondersteunende rol in kan vervullen. Door gewoon te laten zien van ja, je zegt hier dat dit gebeurt. Dus ik laat zien wat er dan gebeurt. En is iedereen het er dan over eens dat dat de goede volgorde is? Of dat dat snel genoeg is of juist langzaam genoeg is?
Ja. Nog een vraag. Ik heb nog een overkoepelende vraag. Ik ben Fred van Nes trouwens. We hebben net wat gezien van Amsterdam. We hebben nu iets gezien vanuit de Heijnentunnel, vanuit de opdrachtnemerskant volgens mij. Ja. Dat was de opdrachtgever. Nou, je hebt een paar punten aangestipt. Waarvan ik denk van, is die digital twin nou universeel toepasbaar bij jullie alle twee? Ondanks dat we maar een heel klein stukje gezien hebben, maar dat vragen we dan af. Jullie hebben het over hoe lang doen we een bepaalde werkzaamheid in de tunnel. Daar zie je scenario's. Ja. Zie ik dat namelijk ook weer terug bij allebei jullie? Nou ja, je ziet wel, of tenminste wij kijken bij de toepassing en inrichting van de twin ook echt nadrukkelijk van wat gaat het opleveren voor ons project. En dat doet volgens mij elk project, waardoor de twin er op elk project ook weer anders uit kan zien en andere elementen daarin wel gerealiseerd worden of niet gerealiseerd worden. Anderzijds, kijk, Infranea is bij ons de leverancier voor de twin, waarmee we dat samen ontwikkelen. Ook in Amsterdam, die kennis en ervaring nemen ze natuurlijk ook mee. Dus je weet als ze dat het kunstje al een keer gedaan hebben, dan staat het iets sneller bij ons. Dus dat kan wel de business case aantrekkelijker maken om elementen toch over te nemen en ook voor Heijnoord te gaan laten bouwen, waar het misschien niet primair noodzakelijk zou zijn. Maar de game engine, dat soort elementen, dat is toch wel generiek. En er zitten generieke elementen in die tunnel Maar dus ja, oké, dus de tunnel specifieker in moet je visualiseren, dat scenario inrichten, maar de mechanismes zijn generiek. Dus, De indruk die ik nu heb, is dat de invalshoeken zijn anders. Ja, klopt hoor, want hier voor jullie zaten heel erg op sterke uitvoeringen. Ja. Wij zitten natuurlijk aan de opdrachtgeverskant, noem ik het maar even. En zat het ons veel meer in die scenario afstemming met partijen. Eigenlijk net ervoor, voordat je. En is natuurlijk vanuit streven. Dus ze zegt van jongens, laten wij de denking samen maken. En ook afspraken maken dat de company dat proces namelijk gaan reflecteren van hey, we zijn daar niet opgelopen. Of we hebben dat ontdekt, of we hebben dat verbeterd. Is dat voor jullie? Dat kost eigenlijk ook energie, maar het brengt wel met elkaar, brengt het dichter bij elkaar, maar ook in ieder geval een stuk. Ziet het gebeuren. Vanuit Amsterdam mogen we. Natuurlijk kennismanagement, verbanden aan het zoeken. Ja, Amsterdam is dat Amsterdam de gemeente of Amsterdam de project? Nee, Amsterdam de gemeente. Ja, maar ook het project ALA, en daar zit vandaag het kennismanagement, met name over dit soort punten. En wat maakt zich dus terecht, want in Amsterdam is die digitale tunnel twee, namelijk ingezet om de testen te verkorten, die tunnel en shift-left-principe te doen. Maar we zijn ook met TBO aan de slag van het programma in gesprek. Als je een zwakheidsreputatie meer gaat inzetten, dan juist op de uitvoering, dat je onder andere gaat schrijven, of een bedienbaar materieel in een past. Dit komt straks wel wel eens, en dit is hier nu al een mogelijk. Dus ik denk wel dat het moet en kan ik gaan convergeren, dus daar komen ze straks weer uit in. Kijk, ik denk dat je per project zul je altijd elementen hebben die daar pas voor het eerst ontwikkeld zijn en bedacht zijn vanwege de specifieke toepassing. Maar je zult steeds, hoe vaker het ook toegepast wordt, überhaupt het fenomeen digitale tunneltweeling, hoe groter die baseload zal zijn van applicaties die je sowieso eigenlijk gaat ontwikkelen. Want dat is ondertussen zo vaak gedaan, zoals die cameratoetsapplicatie, die is bij Amsterdam ontwikkeld, ja, die gaan wij ook doen. Want ja, dat is ondertussen iets, er wordt al jaren over gesproken dat je dat wil, nu hebben we een middel en het is al een keer gedaan, dus je kan ook inschatten. Behoorlijk betrouwbaar inschatten van hoeveel uren het gaat kosten om dat te ontwikkelen. Dus die doen we gewoon. Daar hebben de business case geen eens van gekeken van gaan we dat terugverdienen in ontwerp? Nee, die willen we gewoon. Omdat we ook weten dat het proof of concept.
als je echt een nieuw element gaat doen, hè, dan moet je toch wel even kijken van krijgen we daar een business case sluitend op? Ja, stop. Dan ga je kijken naar een stuk verder. En dan moet je doen. Wij doen dus economische zaken, we hebben ook nog aanpakken. We zeggen, joh, we zijn namelijk op vooruitstreving 2. En we willen dat zeg maar, volgens ontwikkelen, want we nemen dat iedereen mee. En zeggen, we vinden het tunnels die 15 jaar gedaan worden. In hoeverre stel je dat ons voor de 22 budget beschikbaar? Om dan wel een business case te maken, maar dan niet uitvoeren of door te blijven gaan van ja, weet je, dan lopen we uit, of we willen komen kort. Ik denk dat als wij straks staan, dat ons die 20 tunnels kan garanderen als combinatie, dan kan dat zeker doen. Ja, nee, maar kijk, dat is... Mensen, sorry dat ik even interpreteer, dat is hartstikke interessant. Maar wat ik wil voorstellen is dat we nog even gaan naar de mensen die online meedoen. En dat we na de pauze gewoon eigenlijk die draad oppakken en weer verder praten. Want ik denk dat de mensen thuis weinig meekrijgen van het zaalgesprek, zeg maar. Dus Tom, is er nog iets vanuit... Nou, ik heb sowieso het probleem dat ik op dit moment van het internet af tot ongeveer een minuut of twee minuten geleden was er geen interactie in de chat. Dan is even de vraag wat wijsheid is, Tom. We moeten even een klein beetje rugspraak houden. Gaan we nog iets voorstellen? Ja, als ik online kan komen, dan... Maar het is ook al inmiddels half vijf. Dus mijn voorstel is om het online deel af te ronden. De mensen thuis ook hartelijk te bedanken voor het meedoen en het meeluisteren. En mochten jullie nog input hebben op de vragen zoals die op de agenda staan, hè, rondom de Digital Twin, van wat zijn je ervaringen? Welke zaken zie je nog meer waarde in om dat te ontwikkelen? Dan heb je misschien een case, hè, een simulatie eruit kan zien. Zet dat op de chat, neem dat mee. Dat gebruiken we ook... met het onderwerp verder te gaan binnen het COB en mogelijk ook als input voor het groeiboek, kinderarm renoveren, of wil je dat tegenwoordig, sorry. Peter? Door dag renoveren, ja, precies, daar kan het de plek in krijgen. Dus zet dat vooral op de chat. Die blijft gewoon uitgelezen worden. En verder gaan we met de mensen hier nog verder op die onderwerpen praten tot uurtje 5. Ik zie wel dat de mensen thuis ook reageren dat ze het filmpje niet gezien hebben. Dus misschien kan het filmpje nog even voorgezet worden, dan gaan wij ondertussen vast Dat was al gewoon twee keer. Dus is al gebeurd en er kwam ook een duimpje. Ja, het filmpje is inmiddels voor de tweede keer getoond en dat is gelukkig. Hartstikke goed. Goed, mensen thuis, tot ziens. Tot ziens, tot de volgende keer. Dan.